Ja, wat zijn je gedachten daarbij? Oh, kut. Oh. Daily Blind is hersteld. Yes. Dat is ook fijn. Dat is ook fijn. Nog twee dagjes. Kan je carrière mode van Volta doen? Dat is geen carrière mode, dat is gewoon Volta, toch? Noem ik geen carrière mode namelijk. Maar niet nu in de stream. We zijn nu gewoon bezig met Ajax carrière mode. Dus goed. Next up is Chelsea. Even kijken, want we hebben nu dus gewoon... Even kijken, ik kan sowieso Martinez terugzetten. Dat is één. Dat is fijn. Schuurs, jij gaat op rechts. Zo. Dan hebben we dat staan. Piri als wissel op de back. Story dan. Ik had daar wel toen een serie van gestart. Maar omdat ik toen steeds minder FIFA begon te spelen, is dat een beetje weggevallen. Weer. Dat, dus ja. Misschien dat ik het ooit wel oppak. Maar ik focus me nu even gewoon op deze carrière mode. Om die even dit gewoon een keertje af te ronden. Wanneer? Geen idee. Maar hoeveel seizoenen we gaan doen? Geen idee. Zolang we het leuk vinden, blijven we lekker doorgaan, toch? Graag, kom jij maar een keer mee. Mag al. Zo, een wedstrijdje tegen Chelsea nu. En ja, dit is het team. Nou, ik heb beloofd Promes op het speeltijd te geven, dus we gaan Promes starten. En weet je, dan gaan we ook gewoon voor een compleet fitte aanval. Huppakee. You know what, Marien? Blijf ook met thuis. Zo. Ja, Schuurs is een beetje jammer. Dat hij niet 100% fit is. Maar dat komt wel. Nou. Alvarez had volgens mij ook een beetje te zalig van speeltijd. Nou, hebben we dit duo achterin. Kan ik best mee leven. Kan ik best mee leven. Olmo gaat vast wel zijn speeltijd krijgen. Het is Chelsea. Mis je Onana als hij naar Inter gaat? Denk het wel. Hij heeft wel goede reddingen gehad. Ik denk dat we hem wel gaan missen. Hij heeft Belfond 2 jaar afgetiefd. En 15 euro is nu Lusso. Ah, wat dan? Waarom je verwijderd? Ik dacht dat je het wel een spel vond. Een chille game vond. Ik ga even jullie reacties checken op YouTube ondertussen. Om de nieuwste fit. Oh, dat zijn er maar 3. Maar goed, het zijn er 3. Nee, doe YouTube. Ik mag geen Twitch, ik wil ook kijken. Daar kan ik vrij weinig aan doen. En nee, ik stop niet met YouTube, boys. Ik stop niet met YouTube. Daar blijf ik ook nog steeds. Alleen streamen gebeurt hier. Mensen staan niet altijd even goed achter verandering. En dat mag. Ieder zijn mening. Ieder zijn mening. Maar ik vind Twitch wel veruit gewoon de beste streamplatform. Dus het is wat het is. Maar iedereen krijgt gewoon nog wel de FIFA content. Aangezien dit gewoon... wordt gedownload en geëdit in een video. Maar leuk dat we met zoveel mensen deze eerste FIFA... Ik heb wel eens eerder FIFA gestreamd hier. Dus leuk dat jullie er allemaal zijn, man. Ik vind Twitch juist fijner dan YouTube. Ja, ik vind Twitch ook gewoon een fijner streamplatform dan YouTube. Kijk, YouTube voor video's, dat zal vast wel nummer 1 blijven. Maar voor streams is Twitch gewoon chiller. PSG overleven is gelukt. Naar Chelsea. Maar, vrije trap. Mooi plekje. Mijn carrière van Ajax staat eerste. Lekker man. Ik ben uitgeschakeld in de halve finale. Ai, dat is minder. Laten we proberen in het hoekje. Ik ben niet goed hierin. Maar hey, we geven het een po... Uit. 1-0. Ik zeg ik ben niet goed hierin en ik jaag hem het net in. Hey, lekker. Ja, jongen, prachtige vrije trap. Mooi man. Kijk dan, keeper kansloos. Heerlijk. Zie je echt die rampt de bal het net in.
Precies in het hoekje. Mooi man. Wat kan hij hiermee? Oeh, die was fout geplaatst. En daarmee begaat de speler van Ajax een overtreding. Wie zou je tegen een degelijke prijs wegdoen? Wat in deze carrière, Wout? Of hebben we het over echte Ajax-spelers in het echt? Of, ik bedoel, Onana gaat al voor een degelijke prijs weg. Wat was het ook alweer? 40 miljoen? En dat is voor een doelman, zou Ajax dat in het echt ook wel doen. Stengs bij Ajax, wat zie ik? Ja, we hebben Stengs gekocht. Net als Malen. Het is een beetje... De selectie is al wat anders vormgegeven, om maar zo te zeggen. En als we het hebben over de space die ik nu heb. Ik zou even zien. Ziyech. Gewoon, ik gun hem die stap hogerop ook wel in-game. Maar het bot moet gewoon goed zijn, anders hou ik hem lekker. Haha. Maar, oh fuck. Wat is het maximaal aantal basisspaces die je wil verkopen in de zomer? Nou, wat ik wel doe qua uitgaande transfers is dat ik enigszins probeer mee te gaan met wat er in het echt gaande is. Ik vervang ze wel op mijn eigen manier. Dus Ziyech wil ik dan wel gaan verkopen. En voor de rest kijk dan een beetje wat nog in het echt gaat gebeuren, I guess. Mocht Donny gaan, dan ben ik bereid hem ook al te verpatsen. Oh, dus een geplaatst schot gaat er niet in. Ja, wat zijn je gedachten daarbij? Oh, kut. Oh, dat is een zure. Ben je morgenavond live, FIFA 20? Ik ben morgenavond vast wel live. Of dat gaat FIFA zijn? I don't know. Moet nog even kijken. Ik probeer het wel te balanceren en ik ga hier niet alleen maar FIFA op streamen. Ik stream echt van alles. Laat dat wel even duidelijk zijn. Dus, ik stream echt van alles. Vind je dat Johan Cruijff hogere kaart moet krijgen op FIFA? Ja, ik zeg wel ja voor mij, dan gek. Ik speel geen Ultimate Team, dus ik heb daar niet een mening over. Al die kaartjes kunnen mij echt gestolen worden. Ik vind dat hij goed heeft gespeeld in de... Ieder zijn ding natuurlijk. Dat zeg ik wel vaker. Ik bedoel, degene die het willen spelen moet het gewoon... Oeh, ja! Nee! Carrière mode is echt in vergelijking met de hoogte jaren is het alleen maar achteruit gegaan. En langzaam lijken ze het wel weer een beetje terug te willen krijgen naar hoe het ooit was. Ik bedoel nu met die pers en zo. Al is die pers waardeloos. Gaat nergens over. Vragen slaan nergens op. Maar ja, het is gewoon afwachten. Ze hebben een stapje vooruit gedaan in FIFA 20. Een klein stapje. Laten we hopen dat de volgende stap wat groter zal zijn. Ik bedoel, die customization is allemaal leuk en aardig, maar hoe de fuck cares eigenlijk? Hoe vaak zit je nou naar je manager te kijken? Ja, het is leuk. Het is een leuke toevoeging, maar het is niet heel cruciaal of zo. Of echt, dat ik denk van, ja, wel vet. Oh, Promes, aanhalen. Cornertje. Neresje. Oh, ik dacht dat Olmo zou gaan. Oh. Gelukkig houdt hij balbezit. Ah, en hij fluit af. 1-1, boys. 1-1. 8 punten nog, kerel. PSV laat nog niks liggen. Dat is een beetje zonde. We hebben echt veel te vaak gelijk gespeeld. Wat dat betreft. FC Emmen. Dit wordt een simmer. Die gaat echt niet in de bovenste helft staan. En dan daarna hebben we dus weer Chelsea. Dat betekent dat ik eigenlijk met mijn wissels wil... Tadic is een beetje aan het zakken naar de bank. Wie had dat gedacht? Eiting. Pieri, Schuurs, Dest, Wijndal, Scherpen. Dat is cool. Martinez wil ik mee. In plaats van... Ja, in plaats van wie? In plaats van Gravenberg. Martinez kan ook daar op het middenveld staan hier zo. In plaats van Eiting, dus. Dat is prima. Zo. 0-4. Tadic twee keer, Malen één keer, Ziyech één keer. Goeie overwinning, boys. Dat zie ik graag. Na de return tegen Chelsea, jongens. Wat denken jullie dat we gaan doen?
Let me know. Ik hoop natuurlijk dat we gaan winnen. Maar we hebben wel weer de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Dus uitdoelpuntje hebben we wel in ons voordeel. Dus als we 0-0 spelen, gaan we gewoon door. Nou. Ik ben benieuwd. We kennen de teams wel, hè. We hebben dit allemaal de eerste wedstrijd ook bekeken. Dus ik vind het eigenlijk wel goed. We gaan gewoon lekker spelen. Succes, boys. Succes, Ajax. Succes, Stanks. Succes, Mazraoui. Stanks, dat is geen goede paas. Ik wil wel iets aanvallender gaan spelen. Dat gaan we ook gewoon doen. Aanvallend. Oh, dat is een oké voorzet. Oeh! Mazraoui. Doe iets goed. Auw. Werd geflashed. Goeie voorzet. Wordt overgekopt. Gelukkig. Huppakee. Zo doen we dat even. En weer door. Ruimte voor Stanks. Nu mee. Oh, voor Stanks zei ik. Meegeven. Goed zo. Stanks. Kan ik er pasen nog? Kom op. Zolang we de 0 nog behouden, is het eigenlijk nog wel goed. Maar we willen gewoon scoren natuurlijk. Stanks. Hier is Promes. Oh, zie je? Ah. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Donnie, hou vast. Meegeven. Dit is een malen-ak moment. Schieten. Yes. Net voor rust. Dit keer doen wij het even terug. In de extra tijd van de eerste helft brengen wij de voorsprong naar 1-0. Kost wat moeite. Het kost wat tijd. Maar we zijn nu met één been in de volgende ronde. Het is de kwestie van vasthouden. We moeten nog steeds de 0 blijven behouden. Want als we scoren, staat het gewoon gelijk en gaan we verlengen. Dus let's keep it up. Nog steeds op weg naar het doel. Come on. Wow, wow, wow. Tagliafico, waarom deins je terug? Onana. Volgende keer graag vangen. Zou ook gewaardeerd worden. Dit, oeh. No! Ik moet zeggen, ik heb wel luxe in mijn selectie als ik gewoon de Tadic en zo van de bank kan laten komen, toch? Dat is toch chill? Oh, Promes. Kop hem naar het midden. Niet helemaal waar ik heen wou. Jammer. Uiteindelijk een schot geblokt. Voorblijven. Daar is een schot. Oeh, goede redding. Goede redding. Nee, in het echt heb ik 5 relaties. Oh. Maar eerst vraag je nog of het wel toegestaan is om er 2 te hebben. Maar je hebt er al 5. Wat een player, kerel. Mr. Pimp. Raakt het weg, dankjewel. Oh, no. We zijn nog niet klaar. Tintum. Thanks for the follow ook, maat. En welkom, ook voor jou. Yes, yes, yes. Extra tijd. Even uitvoetballen. Fuck. Even uitvoetballen. En dan gaan we toch door naar die volgende ronde. Promes, maak jij een run? Nu gaan we, Promes. Oh, de Tagliafico geeft hem niet goed. Maar we winnen! We got it! Volgende ronde is in de pocket. Oeh. Het ging niet soepel, het ging niet makkelijk, maar het is gelukt. Lekker hoor. Daar gaan we. Nou, kom maar met je eerste vraag. Zijn goede vorm heeft Tagliafico nog niet in de steek gelaten. Hoe tevreden ben je over zijn spel? Moeten we volhouden, niet naar je schoenen lopen? Ja, weet je, dan verdient hij ook even een keertje alle lof, hè? Hij vrolijk, ik vrolijk, we allemaal vrolijk. Jullie hebben de wedstrijd nipt gewonnen dankzij een beslissend doelpunt in de tweede helft. Wat maakte vandaag het verschil, denk je? We hadden de wedstrijd moeten beslissen. Dat was wel mooier geweest natuurlijk. We waren het betere team. Tijd om ons op de volgende wedstrijd te richten. We doen wel die. Zo. Dus geklaard. We hebben vandaag terecht gewonnen. Vind ik ook. Gefeliciteerd met het bereiken van de halve finale van de Champions League. Wat vond je van de wedstrijd? We hebben alle kansen om de finale te bereiken. We moeten gefocust blijven. Het per wedstrijd bekijken. Onze team spirit is de sleutel tot succes. Let's go team! Yeah! Bedankt, ik beantwoord verder geen vragen meer. Top, kan ik weer door. Tof dat jullie hebben gekeken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Vond je dit nou een leuke video? Druk dan op dat duimpje omhoog en deel hem. Dat kan mij enorm helpen en dat zou ik enorm waarderen. Wil je hier nou eens een keertje live bij zijn bij zulke sessies? Met wat van game dan ook. Volg me dan op Twitch
en op social media. Benodig de linkjes van Twitch, Twitter, Instagram staan in de beschrijving. En blijf altijd op de hoogte van wanneer ik live ga om er gezellig bij te zijn. Ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken en voor al jullie support. En ik check jullie bij de volgende video weer. Tot dan, laters.